Het ontstaan van grensvariaties, dat heeft te maken met het feit dat Frans en ik al eerder heel intensief hebben samengewerkt. Namelijk een hele grote opera hebben we gemaakt, Laika, met voor Pierre Audi en de Nederlandse opera. En dat is een heel groot, heel extravert stuk over de televisiewereld. We dachten daarna dat we wilden graag nog andere dingen doen. Er bestond al langer eigenlijk de wens om iets te maken wat juist helemaal de andere kant, hè, van ons werk covert. Namelijk juist een heel erg intiem stuk. Maar iets wat eigenlijk veel poëtischer misschien is. De vorm die we daarvoor bedachten was een serie van, hoe noem je het? Noem je het essays? Wat zijn het? Korte verhalen? Of? Ja, korte verhaaltjes, dromen, herinneringen. Een kleine elegie zit er ook in. Ja. Het zijn eigenlijk kleine proza-vormen, ja. Korte vormen. Maar het zijn allemaal korte stukjes van de schrijver, jij. Ja. Frans die leest het ook zelf, Frans is de verteller. En die zit in het midden van dat ensemble, vijfkoppig ensemble. Frans vertelt zelf en je blikt eigenlijk terug, hè? Voornamelijk op bijzondere situaties uit je leven. Nou ja, grenssituaties eigenlijk. Hè. De dingen die aan de andere kant van de grens terecht zijn gekomen. Dus het wonderlijke van grenzen, die zie je eigenlijk pas als het te laat is. Als je je aan de verkeerde kant bevindt. En daar gaan eigenlijk al die stukjes over. Over de kindertijd, maar ook het verlies van mijn eerste kind. Het gaat ook over de kinderjaren van mijn schoonvader, die uit Indonesië komt. Of strikt genomen uit Nederlands-Indië, uit de kolonie. En die zijn leven lang eigenlijk in ballingschap in Nederland heeft geleefd. En dat soort grenssituaties heb ik opgezocht. En dat past heel goed bij Martijn's muziek. Want Martijn zoekt ook, zou ik willen zeggen, of helemaal van nature de grenzen op. De grenzen van het instrument, de grenzen van het samenspel. Hij is echt een verkenner van het muzikale veld. Maar een van de eerste stukken die Frans schreef, dat gaat over dat Frans als kleine jonge jongen, dat hij op een pony, geloof ik, had je vader van je gehuurd, ergens in Winterswijk, of vlak bij de Duitse grens. En dat Frans op die pony het bos ingaat en het blijkt dan dat hij dus de grens is overgestoken. En dat hij opeens in Duitsland terecht is gekomen met die pony, waar niemand hem natuurlijk begrijpt. Hè? Of de wereld ziet er opeens heel anders uit. Dus het overschrijden van een grens zonder dat je dat eigenlijk zelf bewust bent. Ja, dat was zo'n schitterend beeld. Hè? Zo'n jongen op zo'n pony in een mistig bos. Dus dat stukje heet Winnetou. En aan het einde van het stukje hoe je daadwerkelijk, hoe je het paardje door het bos strompelen. Zo half galopperen. Omdat Felicia, de flautiste, die gebruikte twee kokosnootjes. En dan hoor je het paard. Maar het paard komt later ook weer terug door Emlyn op door een megafoon, stopt hij opeens en dan hoor je de briesende geluiden van het paard. Dus het paard komt dan weer terug. En dat voelt dan natuurlijk als een heel raar element, een totaal vreemd element. Wat misschien ook leuk is om te zeggen, daar had je het net al over toen je beschreef wat ons eigenlijk verbindt in de opvattingen, is dat in dit stuk dat ik inderdaad voor alles aan gedaan heb om de muzici een soort van oncomfortabel gevoel te geven. Dus ze moeten ook inderdaad constant een grens over. Emlyn speelt op zijn altviool terwijl hij met zijn voet in een grindbak staat. En zeg maar een totaal tegengesteld ritme. Hij speelt met zijn voeten. En daarin, ja, hij maakt, hij symboliseert een wandelende man. Felicia die opeens moet zingen, terwijl ze dat eigenlijk, ze heeft een hele mooie stem, maar ze is niet gewend om te zingen. Iedereen moet eraan zingen, iedereen moet eraan geluiden maken. Ze spelen op stemvorken, dat zijn stemvorken uit de 19e eeuw, ze zijn 150 jaar oud. Ze spelen op schuurpapier, melodica's, allemaal dingen en vaak ook nog tegelijkertijd. De harpiste speelt harp, die heeft al een set van 7 pedalen, maar dan ook nog een pedaal bij de pedal bass drum.
begrijp je? Dus ze zijn allemaal, ze worden eigenlijk allemaal in een hele oncomfortabele positie worden ze gemanoeuvreerd. En ik hoop, ik hoop dat daardoor juist iets bijzonders gaat ontstaan. Het uitgangspunt daarbij was volgens mij, en toen we net gingen bedenken wat we zouden doen als, zeg maar zeggen, complete tegenhanger van de pomp en circumstance van het Holland Festival en Pierre Audi en dergelijke. Toen wouden we eigenlijk, hadden we iets van straatmuzikanten ook in ons hoofd, zeg maar zeggen. Uitdragerij. Uitdragerij en dan met een mayonaise-emmer op straat. Voor de fooie. Daar hoor ik in de muziek zeker nog de echo's van terug. Dat, laat ik zeggen, bijeengeraapte. Hè, want het is toch ook alle respect, een bijeengeraapt zootje van instrumenten en dingen waar geluid uit gerammeld wordt. Hè, ja. Dat is precies. Het gaat over eigenlijk de tegenstelling dat het eigenlijk. Er is heel veel moeite gedaan om het armoedig te laten klinken. Dus dat is een contradictie eigenlijk. En in de Renaissance heet dat met een mooi woord sprezzatura. Dus dat je met heel veel gemak eigenlijk suggereert, terwijl je natuurlijk toch je best op hebt gedaan. Ja, nou, dat is wat het ensemble nu gaat overweren. Het is ontzettend veel noten, toch bijna een uur muziek. Frans heeft een hele mooie stem, vind ik. Dus sommige stemmen die dwingen je om te luisteren. Vaak zijn dat stemmen die eigenlijk een heel klein bereik hebben, vind ik. Die dus heel erg gefocust zijn. En dat gebeurt er. Dus dat vat ook samen met, hoewel zijn taal zeer virtuoos is, is het altijd toch eigenlijk eenvoudig. Daar zit een hele mooie, dat is een mooi stijlkenmerk. Dat is precies ook wat ik in die muziek ook probeer. En daarom past het denk ik ook fijn bij elkaar. Ja.